Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Vandaag had ik uh, een post geschreven op Instagram en uh, Facebook uh, naar aanleiding van iets dat ik eigenlijk in 2016 heb opgeschreven. En uh, het, het, hetgeen wat ik toen opgeschreven is, was liefde en actie in combinatie met wijsheid geeft kracht. En daar wil ik het vandaag eigenlijk met jou eventjes over hebben. Want ook al wist ik toen in 2016 hoe krachtig de liefde eigenlijk is, het kostte me toch nog een, nog een aantal jaar om dat eigenlijk ook in de praktijk te gaan brengen. Want vooraleer ik de volle diepte van deze woorden begreep en voornamelijk nog kon gaan leven, mocht ik eigenlijk ook eerst alles gaan ervaren en al zijn glorie. En als tweelingvlam. Was er eigenlijk al sinds uh, het moment dat ik eigenlijk uh, puber was, en misschien zelfs nog uh, jonger als kind ook, maar daar, daar heb ik geen bewuste herinnering over. Maar dat was er een, een innerlijk weten dat liefde heel, iets heel krachtig was. En eigenlijk alle liedjes en films die over relaties en liefde gemaakt werden, bevestigden niet alleen dat innerlijke weten, in tegendeel. Ik wist dat het ook mogelijk was om dat als mens daadwerkelijk op die manier ook te gaan ervaren. Zonder voorwaarden, zonder allerlei als jij dit, dan ik dat en alle, allerlei gecompliceerde uh, voorwaarden en verwachtingen. Alleen om daartoe te kunnen komen, vraagt het wijsheid en inzichten om dat te leven en om nog meer liefde in actie eigenlijk te gaan worden. Want daar gaat het over, dat jij zelf ook liefde wordt. Uh, mensen die met mij werken, die kunnen echt gaan ervaren wat die woorden eigenlijk betekenen. Want... Elke dag gebruik ik liefde en wijsheid om hen te voeden. En om eigenlijk de kracht die reeds in hen aanwezig is, om die terug te spelen vanuit liefde. Ik gebruik liefde ook elke dag om mezelf te gaan versterken. En om de, mezelf de moed te geven en energie te geven om elke dag weer te gaan verschijnen in dit leven. Om elke dag weer content te gaan creëren. Om elke dag weer bij te dragen aan het beter maken, aan het, uh, het ondersteunen van mijn klanten van jullie. Hier uh, op YouTube of wat het dan ook maar is. Um, elke dag gebruik ik liefde zodanig dat ik mijn deel kan doen in mijn verbinding met mijn tweelingplan. Wel liefde voor het leven is uiteindelijk wat mij drijft. Dat is de reden waarom dat ik elke morgen blijf opstaan en waarom dat ik de dingen blijf doen dat, waar ik zo hard in geloof en weet dat het mogelijk is. Het duwt me verder dan ooit tevoren. Voorbij randen oogenschijnlijke randen, voorbij angsten, voorbij zelfbeperkende overtuiging, voorbij vooroordelen of veronderstelde werkelijkheden. En dat wil ik eigenlijk nog wat meer uitleggen, wat ik daar precies mee bedoel. Tijdens het opgroeien absorberen we zoveel bullshit, zonder dat je het eigenlijk weet. En we nemen aan dat al hetgeen we dat ooit aan ons vertaald geweest hebben, dat we dat ooit ervaren hebben, dat dit de waarheid over het leven is. Maar dat is het niet. Het is gewoon. De waarheid van die andere mensen. Iets wat zij eigenlijk op hun manier ook onbewust in zich hebben opgenomen. Ervaringen die ze hadden en daarom hebben ze die aangenomen als de waarheid. Maar dat staat zo ver van de echte zin van het leven. En we hebben allemaal het vermogen om het leven te creëren zoals we het ons voorstellen. Terwijl dat we werken en rekening houden met de universele wetten, breiden we dus niet alleen ons bewustzijn uit, maar ook ons leven en dat van anderen. Hoe prachtig is dat eigenlijk? Hoe krachtig is die liefde dan eigenlijk? En wanneer hij blijft vasthouden aan hetgeen wat je al weet, omdat je weet dat het werkt voor anderen, dat alleen zal jou niet je wensen brengen. Want laat mij nu jou iets heel eenvoudig meegeven. Je trekt niet aan wat dat je denkt, maar wie dat je bent als energie. De wet van aantrekking is een universele wet, een energetische wet. Dus dat werkt ook op energie. Niet over wat je denkt. Oké, okay, het stuk rond denken zit daar voor een deel in, maar dat is niet het enige, dat is niet de enige component. Want als jouw angsten en je overtuigingen van gebrek, onzekerheid, gevaar of wat dan ook, als die groter zijn en meer krachtiger zijn dan jouw weten dat jij de schepper bent van je leven, raad dan eens wat er in werkelijkheid dat jij zal zien verschijnen. Hetgeen wat het meeste kracht heeft, natuurlijk. Dus precies net datgene waar je bang voor bent en waar je eigenlijk het meeste probeert te gaan vermijden en daarom het meeste op focust, naar dat ga je aantrekken. Dus verleg en verschuif jou, um, jouw blik, jouw focus en absorbeer meer liefde. En laat het uitschijnen in alles wat je doet. En je zal zien dat jouw realiteit in de positieve richting gaat gaan veranderen en, en dat zaken gaan verschijnen. Want tenslotte, jij bent liefde. Het enige wat je te doen hebt is om dat ook meer in je leven en in je fysieke realiteit te gaan brengen. En begrijp je nu ook waarom ik, dat ik eigenlijk steeds weer hetzelfde vertaal totdat je het snapt? Omdat jij ook de enige bent die jezelf vastzet en vasthoudt aan verkeerde ideeën. Geen regering, geen baas, geen regels, geen, geen wetten, behalve dan de wetten van het universum. Die zijn echt. En als er slechts één ding is dat je vandaag uit deze video haalt en dat je bewust gaat gaan doen, laat het dan zijn om jezelf één vraag te stellen. Stop eventjes. Stop dus nog deze video even. En vraag jezelf af, schrijf het op, maar wat is het verhaal dat jij jezelf keer op keer hebt verteld en misschien zelfs nu nog blijft vertellen? Dus wat is het verhaal dat jij jezelf keer op keer hebt verteld? Want op die manier begon je aan een zelfvervullend prophecy. Want alles wat jij hebt verteld, en hier daar ook een emotie van diepe overtuiging en geloof aan verbindt. Dat zal zich op een of andere manier in jouw realiteit tonen. Dus word je hiervan bewust en dat is jouw sleutel om je leven te goede te veranderen. Ik geloof in jou. En voel nu ook diep in jezelf dat je eigenlijk klaar bent met worstelen. Als je voelt nu dat je echt klaar bent met al hetgeen die gaande is in je leven en dat je het echt hebt gehad, dan ben je wel echt klaar om een echte meester te worden. En om uiteindelijk die verantwoordelijkheid op te nemen en de schepper van je eigen leven te worden. Klaar om te leren hoe je de liefde van je leven kan aantrekken. Klaar om wat dan ook aan te trekken. Wel, ik nodig je dan uit om mee te doen aan het traject zelfrealisatie vanuit het hartgedraaide bewustzijn. Want tenslotte, ik klik nu niet onmiddellijk op stop of weg, want ik heb nog iets belangrijks te vertellen. Tenslotte heb je niks te verliezen. Je hebt enkel je leven te verbeteren. En ik begrijp het heel goed. Want wat als hetgeen wat ik jou nu allemaal vertel, dat mogelijk is, wat als jij dat niet behaalt? Wel, laat me dit ditgeen nu dit zeggen. Hopen goed je oren. Wat als je nog een veel beter resultaat behaalt dan wat jij nu kan voorstellen? Ik zeg het jou. Laat je gedachten en je overtuiging en het bepaalde referentiekader dat je nu hebt, je toekomst niet verhalen. Dit is je kans. En ja, het klopt, volgende week ben ik er ook nog en volgend jaar zal de traject er ook nog zijn. Maar waarom zou je wachten tot dan, als je nu al je leven positief kan omkeren? Dus ik smeek u als het ware, wacht gewoon niet langer. Niet voor mij, niet voor anderen, maar gewoon doe het voor jezelf. En gebruik de collectieve energieën, niet alleen in die van het traject, maar gewoon ook die nu gaande zijn in het universum op de aarde, om jouw groei positief te stimuleren en om een diepe transformatie teweeg te brengen. Op een veel kortere periode dan wat dat vroeger mogelijk was. Want ook hier is het weer enkel jouw visie en de ideeën dat jij jezelf vertaalt, wat dat ervoor zorgt dat iets snel of traag gaat. Of dat iets lastig of moeiteloos gaat. En dit en zoveel meer zijn dingen dat ik jou heel graag wil leren. Hoe dat je via de alchemie van die universele vlammen, en de universele wetten, jouw leven positief kan omkeren en vormgeven. En nee, het is geen cursus, Het traject is geen cursus die uh, met de. Uh, wet van aantrekking te maken heeft, zeker niet. Maar het gaat over de universele vlammen. Over hoe dat jij eigenlijk op lange duur, duurde basis geen leraar of healer nodig hebt. Nee, enkel de tools om te leren hoe dat jij jezelf weer kan transformeren. Hoe dat jij jouw leven kan transformeren. Want we zijn allen één. En dus kan jij leren om net hetzelfde te doen dat ik nu al doe: informatie ontvangen, informatie channelen en doorgeven, uh, jezelf hielen. Jij weet alleen niet meer hoe het werkt. En dit en nog zoveel meer leer ik dan ook aan iedereen die met mij samenwerkt. In dit traject of op één-op-eens uh, trajecten. Nu, je hoeft mij niet te geloven. Als je uh, wilt, breng ik je in gerust in contact met mensen die met mij samenwerken. En dat is wel eens tegen je zelf kunnen vertalen. Of kijk op mijn YouTube-kanaal naar de reacties. Of naar de posten op Instagram en Facebook. Je zal zien dat even, zelfs het, het boek dat ik geschreven heb, 96 Vlammen, en samenwerking met mijn team, al voor ongelooflijke verandering heeft gezorgd bij veel mensen. Dus waarom zou jij ook dat niet mogen ervaren? Want het feit dat je nu leeft is een bevestiging dat je meer dan waard bent om je beste leven nu al te lenen. En niet binnen tien jaar en niet, of, of niet op het punt wanneer je pensioen gaat. Nee, wacht daar niet mee. Nu is jouw moment. En wachten totdat je een pensioen, of wachten tot dat en dan en dat gebeurd is, dat is de realiteit van de oude wereld. Het is nu aan jou om de keuze te maken of dat je echt wil meestappen in de energie van die nieuwe wereld. En of dat je echt wil leren hoe dat we dan gaan leven. Hoe is het om te leven vanuit een hoger bewustzijn? Ik leef elke dag vanuit een hoger bewustzijn. En ik kan jou meenemen en jou tonen hoe dat jij dat ook kan. Maar eigenlijk is het niet moeilijk. Je moet het gewoon weten. Ik kijk er alvast naar uit om met jou te mogen samenwerken. Heb je vragen? Loop je tegen dingen aan? Zet ze in de comments en de reacties onder de video. En dan maak ik ofwel een andere video of antwoord ik jou persoonlijk. hangt af van je vraag. Maar voor nu wens ik je oneindig veel liefde en licht toe. Wil je inschrijven? Wil je meer informatie? Dan vind je ook de linkjes in de box hieronder. En dan zie ik je in een volgende video morgen. Dag!